zijn nu bij het ras Curaçao van KWS. Curaçao is zeer vroeger tot vroeger silomais, met een aanbeveling op de rassenlijst. Het is een ras wat veel verkocht is het afgelopen jaar, veel gezaaid is, heel populair is onder telers, met name melkveehouders, die op zoek zijn naar voldoende ruwvoer in de vorm van mais in het rantsoen. Het levert dus in dat vroege segment hele goede silomaisopbrengsten met een goede voederwaarde per kilogram droogstof. Dus uiteindelijk ook een goede voederwaardeopbrengst. Dus met name geschikt voor telers die dus inderdaad wat intensiever zijn, meer kilo's uit mais willen oogsten. En dat kan heel goed met de Curaçao. Tegelijkertijd, omdat hij een FO 210 heeft, is hij ook vroeger. Kan hij vroeg genoeg oogst worden, zelfs ook in een jaar als deze. Curaçao wordt met name getild voor de teelt van silomais, maar kan ook heel goed voor MKS of CCM getild worden.